Irene, vandaag 2 keer 1000 meter. Laten we maar met de slechtste beginnen. Wat ging er mis? Ja, dit was. We gingen eigenlijk heel erg goed. Ja, en, jij trok hem aan, hè? Ja, en Linda trok hem ook goed door. En Marit zat net niet helemaal lekker in de slag. En toen kwam ze in een. Ja, wat je bij de 1000 mannen ook ziet, zijn heel veel gleuven. En toen kwam ze net in een gleuf met een linker schaats. En dan, ja, dan kan je er niks meer aan doen. Dan is je linker schaats weg. En dan kun je niet meer. Dan glijdt hij bij je weg en dan kun je jezelf niet meer houden. En toen lag ze helaas de kussens in. Ben je dan ook kwaad? Of? Nou ja, ik kan niet op iemand kwaad zijn, want niemand doet het expres. En het kan mij ook overkomen. En ja, het gebeurt. En ja, het is meer een heel erg onvoldaan gevoel. Een soort van, ja, ik ben nog niet moe en we zijn al klaar. En ja, zeker, we gingen heel goed. Dus ik denk dat we absoluut mee hadden kunnen doen voor de winst. En, ja, het is zo jammer, want het is ook nog 10:30 en voor eigen publiek en dan wil je heel graag iets goeds laten zien. En ik denk dat we een heel goed team zijn en dat we heel goed op de reef zijn en dan is het jammer dat zoiets gebeurt. Maar ja, dat kan gebeuren. Is het ook iets voor de toekomst om met 4 vrouwen te starten en de 3e tijd te laten tellen? Ja, maar dat maakt in dit geval niet zoveel uit. Want kijk, als er iemand valt in het midden, dan moet de 3e ook uitwijken en eventueel de 4e. En dan heb je ook zo. Dus het is... Ja, weet je, het vallen kan altijd en het overkomt de beste. En dat gebeurt nou eenmaal. En dan zeg ik maar beter nu dan straks op het WK-afstanden. Nu even over de andere 1000 meter, 7e. De beste seizoenprestatie van je. Ja, nou ja, weet je wat het was? Ik ben niet meer... Ik bedoel in tijd, hoor. Ja, nou, ik ben niet helemaal fit meer. En de opening liep niet helemaal, of liep eigenlijk helemaal niet. En de eerste volle ronde was wel heel goed, die was 8-0. En zeker uit zo'n opening is dat gewoon enorm snel. Alleen normaal heb ik dan van 8-0 heb ik een verval van 1.2, dus dan zou je 9-2 rijden. Alleen ik reed 9-6 en ja, daarin kun je ook wel zien dat ik niet meer helemaal fris en fruitig ben. Maar ja, goed, van de andere kant als ik dus wel fit ben en ik rijd van 8-0, 9-2, haal ik 4/10 van mijn eindtijd af. En dus het lijkt, ik zit helemaal op de goede route en alles gaat volgens plan. En dus nu alleen teken, weer helemaal goed gezond en fris worden en dan komt het helemaal goed, tweede deel van het seizoen.